Vandaag gaan we een kijkje nemen bij psychiatrische instelling Het Oude Hof. Deze staat zeer bekend om zijn mysterieuze achtergrond en de recente verdwijningen van al zijn opzichthouders. De laatste jaren wordt er door de overheid flink bezuinigd op zorg en hierover wordt veel gediscussieerd. De bewoners in de omgeving zijn zeer ongerust en ik ga je vandaag een kijkje nemen. Dus kort uitleggen wat er is gebeurd. Oké, dus dit is een instelling. We nemen hier mensen met psychische stoornissen op. En in de laatste jaren zijn er een paar mensen verdwijnen op mysterieuze wijze. Mensen weten niet waar ze naartoe zijn gegaan. Sommigen zeggen dat ze zijn ontvoerd door geesten, de anderen zeggen dat ze zijn meegenomen door aliens. De opzichthouders van de instelling worden dood teruggevonden of verdwijnen. Er wordt gezegd dat de geesten van de vorige bewoners hier nog steeds rondwarrelen om wraak te nemen. Bent u niet bang dat er hetzelfde met u gebeurt als met de anderen? Nee, ik geloof niet in die onzin. Volgens mij zijn ze gewoon weggelopen. Bij mij gaat er niks gebeuren. Ik sta hier nu live voor de ingang van het Oude Hof. Ik ben benieuwd of ik met een van de patiënten kan praten, zodat hun mij misschien kunnen vertellen wat nou precies het versteviger is van het Oude Hof. Zo kwam ik bij Ferdi. Ferdi is een van de patiënten die er het langste aanwezig is bij het Oude Hof. Ferdi, doe maar. Kom hier. Ferdi is verstandelijk gehandicapt en heeft een drugsverslaving. Hij is een van de patiënten die het langst aanwezig is bij het Oude Hof. Helaas heb ik niet veel aan het interview gehad en zijn antwoorden niet zeer bruikbaar bij mijn onderzoek. Maar er is wel iets wat mij is bijgebleven. Ferdi, kan je mij misschien wat meer vertellen over wat hier is gebeurd de afgelopen jaren? Ja, die plek daarboven zijn 5 miljard kinderen doodgegaan. Op die plek daar? Tijdens mijn interview met Ferdi vond er een stroomstoring plaats in het hele gebouw van het Oude Hof. Opgelet, de volgende beelden zijn schokkend. Waarom is het licht uitgevallen? We moeten Shaq vinden, nu meteen. Shaq! What the fuck? Wat is er gebeurd? Jongens, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Shaq is weg. En Ferdi ook. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Wanneer ik deze beelden in slow motion afspeel, zie ik dit. Na deze reportage ben ik zelf ook opgenomen in instelling Het Oude Hof. De beelden die u hierin heeft gezien staan open voor discussie en zijn onverklaarbaar. Ik dank u voor het kijken.